Ja, dat is wat ik daarmee heb, is dat ik het in eerste instantie vind ik dat het een ziel uitstraalt en dat het beleving met zich meebrengt. Als je dan kijkt naar monumentale gebouwen, gebouwen met historie, met gigantisch veel anekdotes erachter en belevingen die dan mee gemoeid zijn, ja, dat spreekt mij veel meer aan en daar probeer ik mij ook op te richten. Nou, ik ben begonnen oorspronkelijk in de weverij. Daarom kom je in contact met het weven. Dan de volg van eigen zuid dat je kennis leert van het spoelen en het spinnen van het garen. Maar ik werd al gauw na 2 maanden, werd ik als jongste bediende, kwam ik op de tekenkamer terecht. Nou, dat leek voor mij heel wat meer als aan die machines gaan te staan. En daar heb ik tot... Ja, 35 jaar heb ik mijn eigen op de tekenkamer mijn tekenen eigen gemaakt. Tot ben van jongs op dienen tot chef van de afdeling geworden. Ambacht, het ambachtelijke, het authentieke is me eigenlijk met de paplepel ingegoten. Mijn vader en mijn opa en mijn voorvaderen die zijn hoefsmid geweest, kachelsmid. Daarna heeft mijn vader en mijn moeder een familiebedrijf opgericht, een installatiebedrijf. Daar zijn mijn broers ook nog bij betrokken. En ja, daar is eigenlijk de interesse naar het ambachtelijke, naar het authentieke, naar het originele is eigenlijk ontstaan. De ziel van het directiekantoor van Bergos met de portierswoning. Het ambachtelijke, het perfectionistische, tot in detail, dat die bepalen dat hier een ziel is. Maar dat komt voort uit het ontwerp van Oscar Leeuw in 1918. Die man begreep, dat is een van de meest vooraanstaande architecten uit Nijmegen voor die tijd. Het komt ook voort uit een architectenfamilie, dus al generaties daarvoor. Familieleden waren kunstenaars, kunstschilders, architecten, beeldhouwers, schijnwerkers. En dat kun je hier ook zien. Wat Oscar Leeuw ontwierp, dat maakte zijn broer Henry Leeuw maakte dat met de hand. Bijvoorbeeld de ornamentiek in de lambrisering tot aan de lizenen aan de voorgevel. Ja, dat werd met de hand gemaakt door zijn broer. De tekenkamer zat oorspronkelijk in het bedrijf. Maar door het meer machines die er geplaatst werden, moest de tekenkamer weg. En werden het hierboven in dit gebouw geplaatst. Er was eigenlijk geen voldoende ruimte voor ons om een tekening op de grond te leggen, om het uit te leggen, om eens te goed te bekijken. Toen is er naderhand een nieuwe tekenkamer gebouwd en die is hier naast dit gebouw gezet. De eerste vereiste is dat je noorderlicht had. Nee, want dat bleef de kleur altijd de helderste. Dus wij zaten boven en beneden was de toonzaal. Ja, wij noemden het gewoon de privékantoor. En als we liepen daar al vrij binnen,
Alleen als het rode lichtje brandde, moest je wegblijven. Want dan was er een bespreking aan de gang of andere klanten zaten. De functie van het gebouw wordt zoals het ook ontworpen is. Het is ontworpen als kantoor en het wordt weer kantoor. En de portierswoning is ontworpen als huisvesting van de portier en wordt gebruikt als woning. En we gaan verhuren. De indeling van het gebouw zoals het in 1918 is ontworpen, komt nu weer helemaal terug in de nieuwe herbestemming. Of in de herbestemming zoals we die gaan maken. In het verleden, jaren 70, 80, zijn allerlei hokken en vlak plafond systeempjes hier aangebracht. En dat concept wordt weer helemaal losgelaten. En er komen grote, hoge ruimtes waar iedereen bij elkaar kan komen te werken. In een goed akoestisch klimaat. Fred van den Berg, die bemoeide zijn eigen hoofdzaak met de tekenkamer. Omdat het eigenlijk kunstenaar was. Dus en dan had hij nogal eens iets. Dan moesten wij iets komen laten zien. Of hij kwam naar boven toe. Kwam hij de tekeningen bekijken. Of hij kwam zijn mening daarover geven. Dus dan moest je dat weer opnieuw maken. Zo werkte dat met hem. De open haard hier achter mij met de lambrisering en de schouw eromheen met al die details vind ik een prachtig element. Het is niet alleen het aanzien van het pand, maar wat ga je ermee doen? En daarnaast vind ik de galerijzaal boven waar door de directie werd gekeken of de nieuwe ontwerpen mooi genoeg waren om in productie te nemen. Ja, dat is voor mij ook een prachtige ruimte. Ik zal daar niet zoveel meer van meemaken, neem ik aan. Maar het is er toch het overbrengen naar het jeugd die naar ons komt. Dan is dit ook weer een pand dat ook zal verdwijnen. Als er niks aan gedaan wordt. Als er geen mensen zijn die het er eigenlijk sterk voor maken om het dit te behouden. En die mensen, ja, die heb ik ook in het vaandel staan, dat ik het zo stellen.